Noem het liefde gaat over Thomas Wolff, een 34-jarige jonge man die een beetje zijn geloof in veel dingen, waaronder de liefde, is kwijtgeraakt. En die ontmoet het jongere meisje A. En zij leert hem eigenlijk, zij wil van hem leren wat liefde is, maar het komt er eigenlijk uiteindelijk op neer dat hij van haar leert wat liefde tegenwoordig is. Tegenwoordig? Wat liefde tegenwoordig is? Ja, het is een boek dat, je hebt natuurlijk heel veel romans over de liefde, maar het is een boek dat heel duidelijk in het nu speelt. Ik denk dat liefde nu iets heel anders is dan 20 of 30 jaar geleden. Het is weliswaar hetzelfde woord, maar de betekenis is totaal anders. Hoe is die verschoven? Nu is het, perfectie is veel belangrijker geworden. Voor het meisje A is liefde iets waar anderen jaloers op moeten zijn, anders werkt het niet. Het is het perfecte beeld, de Instagram post. En voor hem is het alweer iets anders. Is het meer een keuze dat je ook voor elkaar kiest door dik en dun. Voor zijn ouders was het meer toeval, elkaar zomaar ontmoeten en daar het beste van maken. Voor hun ouders was het weer op elkaars pad komen en blij zijn dat je de dag kunt doorkomen met genoeg geld. Dus het verandert steeds. En nu is het veel aan de oppervlakte veel narcistischer. Liefde als iets wat jou iets moet geven.